paar jaar geleden dus aan YouTube deed, toen deed ik ook een serie die Survival Island heette. En wat ik daar leuk vond om te doen was om reacties in beeld te laten komen. Dus vind je het leuk dat ik nu YouTube video maak? Laat even een reactie achter en misschien komt jouw reactie wel in beeld. Ik vind het gewoon leuk om die reacties te maken. Hallo iedereen van GameTijd, welkom bij mijn allereerste video op dit YouTube kanaal. In deze video gaan we Minecraft Survival Island doen en ik hoop dat jullie er super veel zin in hebben. In deze video ga ik jullie wat meer vertellen over wie ik ben en over wat jullie op dit YouTube kanaal kunnen verwachten. Dus laten we beginnen met gewoon eerst wat survivalen. En dan gaan we wel kijken hoe of wat. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Lorenzo, ik ben 21 jaar oud en ik ben begonnen met YouTube. Hiervoor heb ik ook al een tijdje YouTube gedaan. Dat is misschien 8 jaar geleden, denk ik, dat ik aan YouTube heb gedaan. Toen had ik een YouTube kanaal dat heette ook GameTijd. Misschien zijn er een paar mensen die mij kennen. Het leek me gewoon heel erg leuk om weer aan YouTube te gaan doen en opnieuw video's te gaan maken. Wat heb je? Dus ik dacht, misschien is het wel een leuk idee om gewoon voor de lol video's te gaan maken. Oké. Wat ik nu ga doen is gewoon Survival Island. Voor mij is dat mijn favoriete serie. En dat is de reden ook waarom ik ervoor gekozen heb om dit te gaan doen. Schitterend. Zoals jullie zien hebben we best wel een mooi eilandje. Heel erg mooi. We hebben hier nog wat kleine eilandjes. Heel erg mooi. We hebben daar nog een klein eilandje, maar dat is allemaal zand. Schitterend. Ik denk misschien is het een goed idee om gewoon te beginnen met wat te gaan minen en een farmpje. Want eten kan best wel snel gaan. Dus ik denk het is misschien ook wel gelijk een goed idee om wat te gaan farmen, zodat we eten kunnen verzamelen. Zo, dan hebben we al aardig wat seeds verzameld. Kijken of we nog eentje kunnen krijgen. Dan kunnen we tenminste nog een brood maken. Mocht dat zo snel gaan groeien, maar ik denk het niet. Want zoals je ziet, mijn eten gaat best wel snel eraf. Dus ik moet eigenlijk niet gaan rennen. Ik moet gewoon blijven lopen de hele aflevering. Totdat we gewoon eten hebben. Gewoon hier beginnen met een mooi farmpje te maken. Zodat we in ieder geval aan ons eten kunnen komen. En we gaan denk ik hier gewoon eventjes beginnen met minen. Ik ga wel deze kant op minen, want hier zit namelijk water. Dus ik ben bang dat we anders problemen krijgen met dat water. Zo, en dan gaan we deze kant op. Toen ik een paar jaar geleden dus aan YouTube deed, toen deed ik ook een serie die Survival Island heette. En wat ik daar leuk vond om te doen was om reacties in beeld te laten komen. Dus vind je het leuk dat ik nu YouTube video maak? Laat even een reactie achter en misschien komt jouw reactie wel in beeld. Ik vind het gewoon leuk om interactie te hebben. Zeker. Ook zou ik jullie willen vragen om challenges achter te laten die ik in deze Survival Island kan gaan doen. Dus misschien een bouwchallenge of totaal wat anders. Gewoon iets leuks van Minecraft. Zo gaan we even een bel maken. Wat ik hiervoor voor video's maakte, dus dat is echt 8 jaar geleden, was dus Minecraft Survival Island. Ik heb ook Minecraft Survival gedaan. Wat ik nog meer heb gedaan is Skywars video's gemaakt destijds. Ik heb ook een tijdje geleden CSGO video's gemaakt. En wat ik eigenlijk altijd deed in mijn video's was gewoon heel veel erin editen. Gewoon leuke stukjes erin editen en zo. Tring! Tring! Hallo, ja hallo, je spreekt met meneer, ik ga rijk worden, kan ik even wat doorgeven? Nee, hij is er momenteel. Dus ik ben van plan om dat hier weer te gaan doen, zodat het eigenlijk een beetje een interactieve video wordt waar veel gebeurt. En ja, ik hoop dat jullie mijn editstijl ook een beetje leuk vinden. Nee! Zelf ben ik niet heel erg bekend tegenwoordig met vroeger waren dat internetgekjes, nu zijn het memes. Dus wellicht dat ik wel weer meer nieuwe dingen ga ontdekken tijdens het editen van de video's en dat ik die er dan in verwerk, je weet het niet. Mijn plan is om 1 keer in de week een video te uploaden en dat is dus de Survival Island. En misschien als ik denk van ja, ik vind het wel leuk om te doen dat ik wat meer ga uploaden. Zoals jullie zien wordt het ook al nacht, dat is ook wel vervelend. In de nacht dan komen er monsters en wij kunnen ons op dit moment nog niet heel erg beschermen tegen de monsters. Misschien een klein beetje geluk heb, kan ik ervoor zorgen dat wij in ieder geval kool kunnen vinden. Dat zou wel prettig zijn. Nee! Maar weet je, ik ga gewoon in de oven ga ik wat hout doen, zodat wij in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat hier geen monsters gaan spannen. Het is wel aardig donker zoals jullie zien. Zo, dan hebben we de allereerste torches. En als we die dan hier neerzetten, dan voorkomen we dat er misschien monsters gaan spannen. Kan het zijn dat we doodgaan of andere dingen. Zo, er zijn opeens allemaal dieren. Hoe kan dat nou? Zo apart. Dat er allemaal dieren zijn en geen monsters. En ik heb goed nieuws. We hebben een appel, zie ik. Kijk, daar zijn al de eerste monsters gespannen. Als wij er nou gewoon gelijk voor zorgen dat er geen monsters gaan spannen, dan zorgt dat ervoor dat we niet doodgaan. Okay. Ik heb er ook voor gekozen om met shaders te gaan spelen. Ik vind zelf altijd shaders wel fijn, mooi. Het is wat leuker eigenlijk.
Dus ik hou dat ook gewoon lekker aan. En we hebben echt veel monsters, dieren bedoel ik. Dat is niet normaal, dat is ideaal. Die dieren kunnen we ideaal gebruiken. Oké. Okay. Mijn doel is om deze aflevering gewoon nog wat resources te verzamelen. En dan kunnen we de volgende aflevering ervoor kiezen om misschien aan een huis te gaan beginnen. Ik zal ook trouwens de seed van deze wereld, want het is best wel een leuke wereld, zal ik in de beschrijving zetten. En wellicht dat er mensen zijn die denken van, ah, weet je, ik ga ook gewoon die seed spelen. En dan kunnen we misschien over, laten we zeggen, 20 afleveringen of zo kijken. Hoe ziet jullie map eruit? Hoe ziet mijn map eruit? Dan kunnen we dat gewoon met elkaar vergelijken. Dus dat is best wel leuk om te doen, lijkt mij. Toen ik deze wereld startte, toen had ik eigenlijk al een beetje een hekel aan die grote bomen, maar hoe het er nu naar uitziet, gaan ze best wel makkelijk weg. Heel erg mooi. Wat me ook heel erg leuk leek om in deze afleveringen te gaan doen, is gewoon verhalen te vertellen die jullie leuk vinden. Wat willen jullie gaan horen? Ik kan over best wel wat dingen wat vertellen. Misschien over school, of over werk. Misschien lijkt het je wel leuk om over een hobby iets te weten, of over wat anders. Laat het gewoon lekker weten in de comments. Ik kan er vast wel wat over vertellen. Ik heb al best wel wat dingen meegemaakt. Ik heb het gevoel dat we zo'n beetje alle bomen nu weg hebben gehaald. Misschien is het ook wel gelijk een leuk idee om die beesten te vangen, zodat ze in een kooitje zitten en dat wij daar dus geen problemen meer mee krijgen dat we ze kwijtraken. Zo, hebben we genoeg hekjes. Even kijken, ik zie hier wat varkens zitten. Als we eventjes stil blijven staan. Nee, niet wegrennen. Blijf nou maar gewoon staan. Oeh, er zit daar een monster. Oh nee, gaat die weer weg? Blijf nou eens. Oh. Nee, hier moet ik hem niet hebben. Als je nou gewoon eventjes een klein stukje opschuift, dan kunnen we je tenminste vastzetten. Dus als je die kant op wil lopen, zou ik heel fijn vinden. Oh, oh, oh. Zo, die hebben we ook vast. En die kippen, ja, die kippen is niet zo'n groot probleem. Even een seed krijgen. Jongens, opletten. We gaan jullie even vangen. Hé, hey, jij zit al vast. Dat is knap. Ja, zo, perfect. Nou, zit alles. Oké. Okay. Hier zit nog iets. Zo. En dan na de 1 aflevering is het hele eiland ook al. Nou, dat hebben we goed gedaan. Ja, wat ik hiervoor eigenlijk voor video's maakte, waren dus gewoon Minecraft video's. Ik had gewoon vooral veel interactie met mijn kijkers. Ik zocht altijd de reacties op die ik leuk vond. Ging ik dan gebruiken in mijn video's. Ook vond ik het leuk om bijvoorbeeld live te gaan op YouTube. Kon ik gewoon livestreamen en dan kon ik reacties gelijk gebruiken. Ging ik vaak iedere week live op vrijdag van 8 tot wanneer ik stopte. De ene keer was het een uur, de andere keer was het tot 11:30. Ik weet ook nog een keer, dat was wel mooi. Toen was ik aan het livestreamen. Hadden we echt veel kijkers, was gewoon gezellig. Dus dat was mooi. Hey, een vis. En toen dacht ik van, weet je, het is gewoon een goede sfeer. Ik ga een partypopper in mijn kamer afschieten. Partypopper in mijn kamer afgeschoten, een en al bende. Maar het was zo gezellig, dat was niet normaal. En ja, dat is iets wat ik gewoon weer zoek. Gewoon een beetje gezelligheid, gewoon een beetje interactie. Dus daarom vraag ik jullie, vind je dit een leuke video? Laat even een like achter, laat ook een reactie achter. En deel hem met iedereen die je kent en die je niet kent. Dat is gewoon gezellig. Schitterend. Ik denk dat het wel een goed idee is om ook nog een klein beetje te gaan minen. Misschien kunnen we wat items vinden. Ik weet niet precies hoe het minen werkt. Het probleem is namelijk dat ik echt van vroeger ben. Ik heb echt hele lange tijd geleden heb ik Minecraft gespeeld. Ik ben niet meer helemaal into hoe het minen werkt. Dus is er iemand die heel veel verstand heeft op dit moment van hoe Minecraft werkt? Laat alsjeblieft in de comments weten hoe ik moet gaan minen. Hoe kan ik de meeste spullen vinden? Wat heb ik nodig? Misschien iron, dat handig is om te hebben. Waar kan ik iron vinden? Waar kan ik diamonds vinden? Waar kan ik emeralds vinden? Ik vind wel heel veel koper, maar aan koper heb je volgens mij niet heel veel. Je kan er in ieder geval geen tools van maken. Misschien kunnen we wel andere dingen van maken. Laat even weten in de comments wat je met koper kan maken. Oké. Okay. Hey, we hebben lapis. Lapis lazuli. Ideaal. Lapis zorgt ervoor dat we straks kunnen enchanten. Ja, dan moeten we wel eerst mooie spulletjes hebben. Sowieso eerst diamond. Anders kunnen we geen enchanting table maken. Oh, mijn pickaxe is op. Dan ga ik maar weer naar boven en dan ga ik de video afsluiten. Nee! Nou, dan zijn we weer op ons mooie eiland. We hebben in ieder geval in de eerste aflevering al een koe. We hebben wat kippen. Kippen die hebben eieren gelegd. We hebben hier ook 2 varkens. Het enige wat we dan moeten krijgen is seeds. Dan kunnen we ze breeden, wheat
en carrots. We gaan ervoor zorgen dat die bomen even gaan groeien. Dat ons eiland mooi wordt. En dan kunnen we de volgende aflevering beginnen aan het maken van een huis, denk ik. Dat wel een goed idee is. Vond je het een leuke video? Laat dan even een like achter. Abonneer op mijn YouTube kanaal, want ja, we gaan echt vlammen. Het gaat echt leuk worden. We gaan leuke video's maken. Ik heb er zin in. Laat ook een reactie achter wat je van de video vond of iets anders. Misschien kom je wel in de video in beeld. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik voor deze keer, ciao mezen.